Jan Rietman, u hoort hem steeds al omvallen daar met zijn orkest. Die heeft ook leerlingen. Hij geeft ook pianoles. En ik zeg tegen hem, joh, dat is leuk. Ik zeg, waarom breng je niet eens een leerling mee? Dat is toch leuk om zo'n man of zo'n vrouw eens een keer een kans te geven? Hij zegt, dat doe ik. Heeft hij ook gedaan. Dames en heren, hier is Ben Gabella! Ben, loop even op. Spelen, hè? Spelen komt hij hier zo. Zie Ben, daar hal, hal, hal. Kom hier maar. Kom hier maar doorheen, Ben. Ben, Ben. Even andere deur, deze zit maar. Ben, probeer even. Kom maar, Ben, kom maar door. Kom maar door. Ben, Ben, even down aan de deur. Ben, loop even naar de andere kant, even naar de andere kant. Ben. Kom Ben, kom, hou je accordeon om, lekker warm. Goed. Lekker warm, anders keer het koud. Toch, die zijn gek, hè? Ja, voel ik ook al. Ja, geweldig. Luister eens, hoe lang zit je al bij Jan Rietman op les? Ik zit al een paar jaar net bij jou. Oh. Ja. En hoe bevalt dat? Goed. Ja? Is ja. Dit, wat is er? Nou, kijk. Wat doe je allemaal? Kijk, ik denk dat hij een beetje van streek is. Wie? De accordeon. Oh, ik dacht Jan Rietman. Ja, dat gebeurt ook wel met les. Is dit de een van je favorieten? Ja, die zit in de top 10. Hé. Hey. Ben. Ja, vertel eens over. Wat doe je allemaal? Je speelt accordeon. Ik speel accordeon. Ja, daar krijg je dus les van Jan Rietman. Jan Rietman, ja, die steunt een beetje bij, hè. Die steunt... Oh, je geeft hem les? Ja, af en toe moet ik hem wel eens een keer les geven, hè. Ja, want af en toe slaat hij wel eens de noot mis. Zee? Af en toe slaat hij wel eens de noot mis. Maar dat hoort hij dan niet meer. Maar je bent niet alleen muzikant, want je bent ook nog... Wat doe je nog meer? Figurant. Figurant? Ja, ook nog. Maar hoe doe je dat? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Kijk dan, ik heb een dood aan de scène gelegen. Pardon? Dood aan de scène. Heb je dood aan de scène gelegen? Ik was echt dood. Ik was dood. Oh. Ja. En heb je daarvoor gerepeteerd? Ja. Lag van Rotterdam, was dood aan de scène, werd opgenomen. En de scène in Rotterdam? Ja. Sané, Rotterdam, hè. Ah, ja, begrijp je wel, hè? Tuurlijk, vertel mij wat. Je hebt dood aan de scène gelegen in Rotterdam. Ja. En wat heb je nog meer? Want je hebt, televisie, je hebt film, van alles gedaan, de cover story. De? Cover story. Cover story. Ja. Ja, wat heb je daar gedaan? Daar liep ik als hoeren lopen. Oké, okay, maar daarnaast, dat doe je dus film, radio, of ja. Televisie en film. Ja. En? En ik zing nog. En je zingt nog? Ook nog. Ook nog. Nou, het is een ongelooflijk repertoire. Want je zingt van alles. Want je hebt ook gezongen in de... Maar heb je de opera. Ja. Heb je gezongen in de opera? Ja, nee, toen had ik mijn stem niet bij me. Nou, even wachten hoor. Je hebt gezongen in de opera. Nee, je zat in de opera, maar je zong niet in de opera. Nee, ik... Maar dan heb het ook genut dat je in de opera... Playback, een soort playback. Playback in de opera? Ja. Nee, maar als je in de opera zit, moet je toch zingen? Je zat in de opera en je hebt niet gezongen. Maar je kan ook voor je later zingen. Ja, nee, maar je hoefde helemaal niet te zingen. Nee. Ah, maar je zat toch in de opera? Ja. Ah, ja. Zat je in de zaal? Nee, daar zaten die andere mensen. Maar waarom doe je het in de opera als je niet hoeft? Kijk, het ging zo. Ja, ik begrijp het. Kijk, niet. Ik liep hier ook. Je liep hier ook? Hier ook, hè, dat is Rotterdam. Oh, je liep hier ook. Ja, je liep hier ook. Kijk, met nog meer figuranten. Kijk, er kwam hier zo'n steltje. Ja, en daar liep jij tussen. Ja, ik liep ook met het kruis. Oh, op die manier. Met het kruis in mijn handen. Oh, maar je liep met kruis in je handen. Ja. Oh ja. Kostuums past er niet. Nee. Wat doe je? Daar vul je je dagelijks leven mee? Met dit soort dingen, met het figurant spelen, met het... Oh, je hebt er foto's van. Nou, ga kijken. Ah, ja, dit is heel vrij recent. Dit is, dit is een reclame voor een busmaatschappij. Reclame voor een busmaatschappij. Weet je wel, bus, hè? Ja, tuurlijk. Busje komt zo, hè, die. Busje komt zo. Een busje komt zo. Je gaat ook nog, behalve iets voor ons spelen, ga je ook nog iets voor ons zingen? Wat is jouw repertoire? Nederlands, van die lekkere hatje, weet je wat? Hatje. Hatje, hè?
Ik weet niet, wat is Hatsje? Oh, meezingers. Ja? Meezingers. Wat is een favoriet lied? Wat kunnen we van je gaan beluisteren? Daar bij de waterkant, dat is eentje, dat gaat erin als daar bij de waterkant? Dat gaat erin oh, dat komt mooi, hè? Want je hebt nu Dood aan de Seine. Dood aan de Seine, laatste Seine, de waterkant. Dat is van Eddie Christiani, geloof ik. Ja, geloof wel. Geloof wel, maakt uit. In ieder geval, je gaat het voor ons zingen, hè? Ja. Ga je het daar zingen, Jorik? Ja. Want die begeleid je. Kun je daar bij de waterkant? Ja, dat denk ik wel. Ja, hoor. Ben Gadella, hè? Gadella. Gadella, hè? Met de A, lange A. Ja, lange A, hè? Lange noten zijn. Ja, lange noten pijn. Maar moet ik even staan, want... Ga je erbij staan? Ja, want het zit is een beetje moeilijk. Oké, moet ik iets vasthouden? Het gaat wel. Dames en heren, hier is met daar bij de waterkant niemand minder dan Ben Gadella! Daar bij de waterkant. En ik heb je voor het eerst ontmoet. Hatsje, daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Ze kreeg een vruchtje en zei nee. Hoe kom ik dat idee? U bent de schrik aan huis. Maar na verloop van nog een jaar. Stonden wij samen.